Dan geef ik nu tot slot het woord aan de heer Klein. Voorzitter, waarom heeft een olifant rode nagels? Dan valt hij niet op in een aardbeienveld. Heeft u wel eens een olifant in een aardbeienveld zien staan? Nee, zie je wel, dat komt door die rode nagels. En dat is nu precies de situatie waarin dit kabinet verzeild is geraakt. Het kabinet ziet die olifant niet meer. Het kabinet ziet alleen nog maar de zomerkoninkjes. Het ziet nog alleen maar de pluspunten van het eigen beleid van de afgelopen regeerperiode. En heeft totaal geen oog voor de olifant die daar ook nog staat. Voor alle problemen die dit kabinet heeft laten liggen of veroorzaakt. En dat is natuurlijk uitermate lachwekkend. En daar gaan we ook optimistisch voor door. Maar voorzitter, had het kabinet nog aanvankelijk het idee om bruggen te gaan slaan, maar dat in de afgelopen 4 jaar vooral heeft geleid om schepen achter zich te laten verbranden. Het resultaat is dat we nu in een land leven waar onnodig veel bezuinigd is in plaats van geïnvesteerd. Een land waarin zekerheden onzekerheden zijn geworden. Een land waarin het vertrouwen is zoekgeraakt. Een land dat maatregelen het liefst wil terugdraaien. Een land waarin de basis wankelt. Onze humanistische, vrijzinnige wortels zijn ingewisseld door angst en onzekerheid. Perspectief is ingeruild voor pappen en nat houden. De uitdaging voor de komende jaren is om die basis terug te krijgen en solide te maken. Vrijzinnige politiek betekent dan ook fix the basics. En dat doen we door de vernieuwing van het solidair sociaal stelsel. Niet als vangnet, maar als een springplank om vrij te kunnen zijn, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarom kiezen wij voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen van 18 jaar en ouder. Een basisinkomen dat uitgaat van kansen voor mensen om hun talenten, hun kennis en vaardigheden in te zetten. Het betekent een grote hervorming voor ons vermolde uitkeringsstelsel, maar het betekent nog veel meer een fundamentele andere visie op werk. Werk niet vanuit de gedachte wie niet werkt zal niet eten, maar werk als positieve drijfveer. Als de manier waarop mensen zelf aan hun eigen leven zin kunnen geven. Als de manier waarop mensen naar eigen inzicht hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. En die bijdrage kan dan zowel betaald als onbetaald plaatsvinden. Uitgangspunt is het eigen initiatief van mensen en het vertrouwen in hun bereidheid hiertoe. Onbetaald vrijwilligerswerk en zelfstandig ondernemerschap zijn beide van onschatbare waarde voor onze moderne samenleving. Een basisinkomen biedt voor iedereen daar ruimte aan. Fix the basics geldt helemaal wat betreft de manier waarop wij met onze jeugd omgaan. De basis van onze samenleving van morgen wordt gevormd door de jongeren van vandaag. Als die basis verwaarloosd wordt, valt de basis voor onze toekomst weg. En voorzitter, die verwaarlozing heeft toegeslagen. Problemen in de jeugdzorg zijn groot door de toegenomen vercommercialisering. Kindplaatsen betekent verdienmodellen en geen zorg. Ouders en kinderen lopen tegen muren op en sommige gezinnen zijn dakloos gemaakt en moeten noodgedwongen overleven in de auto. Hulpverleners moeten weer vanuit hun basis, hun hart, hulp kunnen verlenen. Juridische bijstand moet niet worden uitgehold door afbraak van de gesubsidieerde rechtsbijstand. De vrije keuze moet voor iedereen mogelijk blijven. Ook, of juist vooral, voor de kwetsbare groepen. Fix the basics voor jongeren betekent een toegankelijk onderwijs zonder financiële belemmeringen. Vrijzinnige politiek pleit dan ook voor een onderwijs zonder collegegeld, een oneigenlijk eigen risico voor studenten. Fix the basics betekent ook de vrijheid voor mensen om zelf te bepalen wanneer zij met pensioen gaan. En dat betekent dus een flexibel AOW. Mijn initiatiefwet hierover zal mensen ruimte geven. Fix the basics betekent ook voor de gezondheidszorg de nadruk op gezondheid in plaats van zorg komen liggen. Het systeem is te veel gericht op cure en hoe moeten mensen beter worden. In plaats van voorkomen dat mensen ziek worden, proppen we zieke mensen vol met steeds meer veel te dure medicijnen.
We hoeven geen geld te verspillen door het systeem te veranderen, maar we brengen het stelsel terug naar de basis waar het voor is bedoeld. Een eerlijk, niet-commerciële basisverzekering om met wie iedereen gezond mee te kunnen doen. Mee kunnen doen naar ieders eigen vermogen in een inclusieve samenleving. Fix the basics betekent ook ons geldstelsel ombuigen en herzien naar het oorspronkelijk systeem. Geld is een ruilmiddel waarmee mensen goederen en diensten kunnen krijgen. Geld zou geen handel moeten zijn waarin banken zich kunnen verrijken ten koste van de samenleving. Geldschepping moet dan ook een pure overheidszaak betekenen. Voorzitter, ik rond af. Fix the basics betekent een herwaardering van onze grondwet. Niet om met artikeltjes over vrijheden om de oor te slaan, maar om een maatschappelijke discussie te starten om onze grondrechten te verankeren als basisuitgangspunten van ons land. Een rechtvaardig land, een land met ruimte voor vrijzinnigheid. De vrijzinnige partij gaat fixen wat de verstarde partijen onmogelijk kunnen fixen. Zo gaan we op weg naar een nieuwe dag, een kanteling, een nieuwe vrijzinnige toekomst. Dank u wel.